Goedemorgen. Nee, goedemiddag. Het is een keer een goedemiddag. Ja, ik ben alleen nog maar gewend om goedemorgen te zeggen, omdat ik dus alleen nog maar 's ochtends vlogjes heb opgenomen. Maar het is inmiddels, ja, middag. En het is de derde dag van PAX East. En jongens, ik heb net de allerbeste e-sports game gezien die ik ooit in mijn leven heb gezien. Live op de PAX East beurs in Boston, waar ik dus nog steeds ben. Heeft net de semi, nee, ja, ik moet zeggen, de halve finale plaatsgevonden van de Halo season finales. En wat een vette pot was dat, zeg. Holy hell. Uiteindelijk trok CVG aan langs de eind. Maar er waren gewoon vijf ties. Ik bedoel, dat betekent dus dat vijf keer het stond 2-2. En vijf keer viel de 2-3 niet. Het bleef gewoon steeds 2-2. Omdat elke keer bleven er twee spelers over. Ja, nou, dat was echt serieus een van de tofste matches die ik ooit heb gezien. Terwijl ik zat er in het begin in het publiek, toen was er nog bijna niemand. En aan het einde van die match stond ik helemaal vol, serieus. Heel die hal, ja, die hoorde natuurlijk iedereen schreeuwen gewoon. Dus heel die hal die stond op een gegeven moment helemaal vol met mensen. Nou, dat was echt super tof. Maar dat is eigenlijk niet waar dit vlog over gaat. Ik heb jullie gisteren beloofd nog even terug te komen op Overwatch. Die ik gisteren dus uitgebreid heb kunnen spelen. En zoals ik al zei, het zag er echt zo tof uit dat ik dacht van ja, het kan eigenlijk niet meer misgaan met Overwatch. En dat is ook eigenlijk een beetje wat mijn bevindingen zijn nu ik het daadwerkelijk gespeeld heb. Het kan echt nog, ja, in mijn optiek niet echt makkelijk misgaan met die game. Het is zo enorm tof. Even serieus, Overwatch is zo extreem tof. Nu al, zo gepolished en zo divers. En met name dat diverse. Dat is echt wat die shooter echt naar een hoger niveau moet gaan tillen. En ik denk dat dat ook gewoon gaat lukken. Kijk, als je kijkt naar Team Fortress, Team Fortress 2, wat iets van 8 jaar geleden uitkwam of zo. Die game moest het natuurlijk ook hebben voor zijn diversiteit. Je had verschillende classes en iedereen had zijn eigen rol. Maar die rollen lagen heel ver uit elkaar. Dat is eigenlijk bij Overwatch precies hetzelfde. Alleen Overwatch doet er eigenlijk een schepje bovenop door nog meer van die ja, super belachelijke skills toe te voegen. Ik speelde op een gegeven moment een chick. Die heeft twee zeg maar, van die soort laserpistolen zijn het. Maar ze schiet wel zeg maar, kogels. Ja, laserkogels. Maar wel gewoon, je hebt wel gewoon magazijnen, zeg maar. En het toffe aan haar is, zij kan de tijd terugspoelen. En dan moet je je voorstellen, dit is een multiplayer game. Hè? Dit is een online 6v6 competitieve multiplayer game. En zij kan dus de tijd terugspoelen. Nou, het speelt ze niet voor iedereen de tijd terug. Het gebeurt alleen bij haarzelf. Dus wat het eigenlijk in de praktijk inhoudt. Je gaat razendsnel naar achteren. Dus stel je voor, je loopt de hoek om. Dan druk je de E-knop in. En dan ga je de hoek weer terug om. En dat ja, kun je dan zeg maar tot 10 seconden of zo doen. En dat vindt echt in 1 seconde plaats. Ah, dat is zo extreem tof. Er was één guy die liep achter mij. Die liep om mij te schieten. Dus in mijn rug. Die liep om mij te schieten. En dus ik draai hem om en ik zie, oh shit, hij heeft een schild. Dus ik kon hem niet zeg maar omdraaien en hem doodschieten. Zo makkelijk ging het gewoon niet. Dus wat ik. Toen bedacht ik me dus van, oké, als ik nu op de E-knop druk, dan begin ik dus. Dan start ik, zeg maar, waar ik 10 seconden geleden was. Maar dat is dan achter die guy met dat schild. Dus ik druk op de E en opeens stond ik achter en dan kon ik hem doodmaken. Ja, hoe fucking tof is dat dan? Ja, ik ben echt enthousiast over Overwatch, zoals je ook merkt. Ik vond het echt superleuk. En wat ik ook heb gehad over van Overwatch is een interview, wat ik al zei, met de lead dev. En hij zei wel enkele interessante dingen. Hij zei bijvoorbeeld dat ze nog niet hebben nagedacht over het businessmodel. Ze weten nog steeds niet of die game nu free-to-play wordt, of dat die game een daadwerkelijke boxed game wordt. Zoals dat ook is met bijvoorbeeld andere games van Blizzard als Diablo. Dus dat is toch wel even een vraagje. Ik vind namelijk Overwatch heel erg geschikt als free-to-play titel. Omdat je dus die vele personages hebt. Heroes heten ze. En ja, die heroes zitten ook gewoon in Heroes of the Storm, zoals die naam al impliceert. Dus eigenlijk zou het dan heel logisch zijn om een soort vanzelfde systeem te gebruiken. Wat ik zou ook vroegen is, waarom hebben jullie allemaal onbekende personages gebruikt en niet bekende heroes uit het Blizzard-universum, zoals Heroes of the Storm dat doet? Had hij wel een goed punt. Hij zei, nou ja, dat werkt niet zo goed natuurlijk, aangezien
Diablo, dat heeft geen echte characters waarmee je kunt schieten. Misschien de Demon Hunter, maar verder inderdaad heeft Blizzard niet echt shooter-personages. En dat is natuurlijk niet raar, want dit is de eerste keer dat Blizzard zich aan een multiplayer shooter waagt. Ze hebben zich 10 jaar geleden een keer geprobeerd met een third-person shooter. Ik weet niet of jullie dat misschien nog herinneren. Die game die heette, als ik me niet vergis, StarCraft Ghost. Dat is een meer van single-player stealth game. Dat was een third-person shooter wel gewoon. Maar goed, het is dus een beetje nieuw allemaal voor Blizzard. Maar om het dan in één keer zo goed te krijgen. Gewoon voor mij als iemand die op dit moment bijvoorbeeld heel veel Counter-Strike Go speelt. Voor mij is dit... Ik wil het meteen spelen. Ik had meteen het gevoel, wow, dit is af. Wanneer komt het uit? Nee, dit is voor mij echt de game van de show. En dan zeg ik niet alleen maar omdat ik hier op naam van Blizzard ben uitgenodigd. Het was echt serieus. Ik heb maar 20 minuten gespeeld, maar het was gewoon modder en moddervet. Ik ben echt diep onder de indruk. Dus dat wilde ik jullie nog even vertellen over Overwatch. Want die game verdient het echt om de loftrompet opgestoken te krijgen. Wat ik verder nog even wil laten zien. Ja, je ziet me er al naar kijken. Ik ga ze even pakken. Ja. Ja. Nee. Dit is het hoor. Dit is het. Kijk, wat ik leuk vind als ik in de VS ben, en dat ben ik sporadisch, maar af en toe dan, hè, zeg maar 5 keer per jaar voor gamer en voor Insta gamer, dan vind ik het tof om gewoon de CVG binnen te lopen, of de CVS, en daar dat is zeg maar de pharmacy, grocery shopping store, en daar gewoon een paar drankjes te kopen. Want in de VS hebben ze gewoon echt de meest belachelijke voorraad aan energy drank en pops en sodas en ja, allemaal onzin. Echt, bijvoorbeeld als je hier kijkt, ik ben een groot fan van Monster Rehab Energy. Dat is niet die gore groene toelie, maar daadwerkelijk gewoon iced tea die lekker smaakt, zonder prik. Maar daar, in Amerika hebben ze daar gewoon echt tientallen verschillende soorten van Monster. Nou heb ik geen Monster gekocht, maar ik heb wel deze shit gekocht. Ja, dan moet je eens kijken, dit zijn toch geen blikjes meer, mensen. Hier, als je dit in een badkuip giet, dan kun je er een koe mee verdrinken. Dat is gewoon veel te veel. Nou, ik save even best for last. Namelijk, ik zag hem, ik moest hem gewoon meteen kopen. Kijk dit dan. Dit is Shaq Soda. Ja, je verzint het niet. Ik, echt serieus. En mensen kopen dit. Want een guy die voor mij stond, die kocht dit daadwerkelijk. Dit is zijn drankje naar keuze. Nou, ik heb ze alle drie geprobeerd. Echt, ze smaken naar pis. Gadverdamme, het is zo vies. Het is zo vies. Maar dat is altijd hetzelfde. Die shit smaakt niet. Maar ja, het is ongelofelijk wat ze hier aan de mensen weten te slijten in de VS. Echt, qua drankjes kun je hier je lol niet op. Maar hou er wel rekening mee dat je aan het einde van de dag of boven de wc hangt om het uit te kitsen. Of om je flesje of blikje leeg te gieten. Nou, dat is wat ik ga doen. Is over een goede 20 minuten ga ik met de taxi naar het vliegveld. Dan moet ik 3 uur wachten en vanuit daar vlieg ik terug naar Amsterdam. Ik heb gelukkig een directe vlucht. Dus dat vind ik heel fijn, want ik hoef niet over te stappen in New York of dat soort onzin. Ik kan gewoon in één keer door naar Amsterdam, dus dat is lekker. En ik wil jullie eigenlijk verder ook nergens meer mee lastigvallen. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat het hier heel tof was. En dat de PAX East, als je ooit... Nou, het is natuurlijk heel erg moeilijk om dat te kunnen zeggen. Maar als je ooit in Boston bent en je hebt zin om eens iets anders te gaan doen dan je doorgaans tochtje door Massachusetts, ga eens een keer kijken in de beurs. Het is echt serieus heel anders dan je gewend bent van de Europese gamebeurzen. Zoals een First Look of een Gamescom. Het is echt niet te vergelijken. Het is veel gemoedelijker. De sfeer is veel beter. Als je een beetje naar metalconcertjes gaat of zo, dan ken je dat wel. Dat gemoedelijke sfeertje. Nou, dat hangt daar ook echt. Het is een soort van ons kent ons gevoel. Dat je niet gewend bent van dat soort festivals. Pardon. Van dat soort evenementen. Nou, dat was het jongens. Ik wens jullie nog een prettige dag verder. En hopelijk heb ik jullie met mijn vlogjes nog enigszins iets wijzer hebben kunnen maken over zowel de beurs als de aankomende titels van Blizzard. Doei.